En welkom bij de allereerste aflevering van de Pratende Adventskalender. Ik ben Carina en ik ben ontzettend blij dat jij vandaag bij mij bent voor de aftrap van deze feestelijke reis. Het is 1 december en dat betekent dat we officieel kunnen beginnen met het vieren van de feestdagen. Deze maand hebben we iets heel bijzonders voor jou in petto. Met elke dag een nieuwe aflevering, boordevol kerstmagie, verrassingen en gezelligheid. Tijdens deze adventskalender ga ik elke dag een nieuwe aflevering met jou delen. Ik wil je elke dag iets geven om naar uit te kijken en je feestdagen nog specialer te maken. Dus, of je nu onderweg bent, thuis zit met een kop warme chocolademelk of gewoon even wil ontspannen, ik ben hier om jouw december extra feestelijk te maken. Voor de eerste aflevering heb ik iets echt speciaals voor je. Vandaag wil ik je een persoonlijk kerstverhaal delen. Dit verhaal gaat over een bijzondere kersttraditie die mijn familie en ik al jaren koesteren. Het is een verhaal dat me elke kerst weer terugbrengt naar de eenvoud en de vreugde van de feestdagen. Leun ontspannen achterover, laat je meeslepen door de kerstsfeer en geniet van het volgende verhaal. Het was een paar jaar geleden op een koude kerstnacht. De sneeuw viel zachtjes neer en bedekte de straten met een dikke witte laag. Mijn familie en ik waren bezig met onze jaarlijkse kersttraditie. Het versieren van onze kerstboom met zelfgemaakte ornamenten. Elk lid van de familie had zijn eigen speciale ornament dat hij of zij elk jaar toevoegde aan de boom. Het waren geen dure versieringen, maar stuk voor stuk hadden ze een bijzondere betekenis. Terwijl we de boom versierden, herinnerden we ons de momenten die elk ornament symboliseerde. En dat bracht ons elke keer weer dichter bij elkaar. Het was een moment van samen zijn, van lachen en herinneringen ophalen. En het herinnerde ons eraan waar het tijdens de feestdagen echt om draait. Ik hoop dat je genoten hebt van dit kleine kijkje in onze kersttraditie. Dat was het voor vandaag. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren en ik hoop dat je een geweldige eerste dag van december hebt en dat je morgen weer bij mij bent voor een nieuwe dosis kerstvreugde. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Tot morgen en fijne feestdagen!